bij een nieuwe aflevering van Let's Build With Tim. Vandaag gaan we een house showcase doen. Ik zal me omdraaien en niet naar deze geweldige mooie zee kijken. Hoi octopus. Bam. Daar is het huis. Het is een redelijk modern huis. Zoals je kunt zien. Zeer hoekig. En nou ja, ik ga vandaag laten zien wat ik de afgelopen 2 weken aan gewerkt heb. Bedenk je wel, dit is tussen examens door, dus ik heb niet zoveel tijd per dag hier aan kunnen besteden. Het leuke aan dit huis is, ik heb heel veel gespeeld met sneeuw. Oftewel, gespeeld met sneeuw. Oelala. Nee, je kunt sneeuw tegenwoordig opstapelen, zoals je hier ziet. 1, 2, 3. En daar heb ik heel veel mee gespeeld. Daar heb ik heel veel dingen mee uitgeprobeerd, zoals je hier ziet. Het is overal aanwezig. En ik heb geprobeerd het zo min mogelijk aanwezig te laten zijn. Oftewel, ik wou gewoon zorgen dat dit soort dingen er cool uitzagen in plaats van, hey, daar is extra sneeuw gebruikt. Dus, ja, laten we naar binnen gaan. Dat was ongeveer de buitenkant. Ik heb met ijs en sneeuw gewerkt. Bedenk je wel, dit is vreselijk moeilijk met licht, want ijs en sneeuw smelt. Dit is de boom. We noemen hem vanaf nu Harry. Dit is Harry de boom. En we hebben hem een beetje bijgetrimd. Omdat hij, ja, we houden van recht. Dus Harry moet daarmee leven. Nou, laten we naar binnen lopen. Dit is de gang. Hier hebben we inderdaad al sneeuw gebruikt. Ik wou laten zien, we gaan sneeuw gebruiken. Oftewel, we hebben hier een klein lijntje gedaan. Dat vond ik heel cool iets. En dit is ook de eerste gang die ik met dit spul heb gemaakt. Oftewel, daar is mee geëxperimenteerd en al die shizzle. Laten we naar binnen lopen, want ik praat te lang over een lijntje. Dus, wat hebben we hier? Ons huis. Neem het even op in je. Phew, dat was veel, hè? Oké. Het is een redelijk druk huis. Het is een groen huis. Meh. Ik ga er gewoon... ik heb weer wat nieuws uitgeprobeerd en dat wil ik graag delen. Dus, wat we hier hebben is mooi... Ja, een mooi creatief hoekje voor de echte creatieveling. Hier hebben we een schildersezel. Een mooi matje waar je een kleermakerszit op kan zitten. Oké, dus geweldig schilderij. Inderdaad, hier heb ik met groen gewerkt. Hier heb ik ook expres wat hout in gedaan. Want ik vind dat spruce heel goed werkt met sneeuw. Oftewel, daar heb ik heel veel mee gespeeld. En... ja, dan kwam langzaam dit een beetje bij en ik heb super lang nagedacht over deze layout. Dat is waarschijnlijk waar ik het meeste tijd aan heb besteed. Gewoon bedenken, hoe ga ik een trap neerzetten? Waar komt een balkonnetje? Gaat de keuken daaronder of niet? Hier had ik eerst ook nog een trap naar beneden, maar die had ik uiteindelijk niet nodig. Dus toen heb ik een schildersezel neergezet. Oké. Dus daar is veel over nagedacht. Hier hebben we een mooi matje met gras en... chillige shizzle, gewoon een lekker matje. Hier hebben we een tafel met wat geïmporteerde stoelen uit de Nether. Gigantisch duur, maar voor ons huisje doen we het beste natuurlijk. Dus weet je, dan mogen ze die mooie stoeltjes hebben. We hebben hier wat borden van iron pressure plates en een mooie beker ernaast met melk erin. Of het ziet er meer uit als chocolademelk. Of aarde, kan ook. Meh, who cares. Hier hebben we een leuk weed feature. Die heb ik volgens mij een keer eerder gebruikt al. In een grote villa. Maar ik weet niet of ik die ooit heb laten zien. Ik vind het heel cool altijd. Om weed in je huis te gebruiken. Oftewel, dat heb ik hier gedaan. Hier hebben we onze veel te simpele keuken. Ik ben heel slecht in keukens maken. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb niet zoveel tijd besteed aan deze keuken. Oftewel. Maar ja. Het is gewoon basic. Koelkast, kastje en een afzuigkap met een soort... oven. Ik heb hier geen oven neergezet omdat furniture A niet mooi uitzien en B, dit was allemaal gesmolten als ik het had gedaan. Ik probeer heel veel iets uit, want dit heb ik helemaal nog niet over nagedacht. Is dat mooier? Hé, dat mag hè jongens, een beetje cool werken aan je huis. Het is Let's Build, dus we bouwen nu dingen. Ik vind dat cooler. Of vind ik het niet cooler? We houden het wel even zo. Ik kan er nu niet lang genoeg over nadenken. Dus, hier hebben we ook nog de tafel inderdaad. Het lijkt op een zwevende tafel, maar dat is het niet. Want, zie je, hij wordt omhoog gehouden. Nou, wat hebben we nog meer? We hebben een trap omhoog. Hier hebben we een beetje een kunstachtig iets gedaan met snow. Hier hebben we een mooie paal. Wat ramen met vines. Want ramen zien er gigantisch saai uit. Oftewel, ik heb er vines voor gehangen. We hebben hier... Jongen, what the fuck? Nou ja, we hebben hier een mooie plantjes ook overal. Hier hebben we ons hobbyhoekje. Blijf daar liggen, appel. Die verdwijnt de hele tijd. Ik leg hem klaar voor jullie en dan... Dus... Dat is onze mooie appel. Dus wat we hier hebben is ons hobbyhoekje. We hebben wat schilderijen. Iets van Picasso. Dat is een mooie... Wat is het eigenlijk? Een taco? Ik heb geen idee. Weet je, het is Picasso. Hè? Dat horen we niet. Dat is kunst. Daar moet je over nadenken. Die pixels. Elke pixel betekent iets, jongens. En deze is gemaakt door Cheesy Donut. En we hebben het hoofd van Cheesy Donut hier ook staan. Vraag me niet hoe ik aan het hoofd ben gekomen. Het is een vreselijk verhaal. Nee, dat is met de plugin. Als je het wil weten. Dus, die plugin staat in de beschrijving. Als je die graag wil installeren op je server. Want we zitten op een server. Hoi! Je zag nu mijn gesprek. Oké. Wat we hier hebben is... een tafeltje. En wat laadjes. En een plantje. Hij houdt niet van hooi, zeg, volgens mij. Dit probeerde ik de vorige keer ook al. En toen zei hij het veel te laat. Te laat! Mooi. Ja, voel je kut, jongen. Voel je kut. Hier hebben we ons computerhoekje. En, Derp. Nieuw map. Oké. Ja. We zijn hier heel turp op de server. Ja, het is een heel simpel computerhoekje. Gewoon je laptopje neergezet. Een lekker stoeltje. Dit is niet zo'n dure stoel, weet je. Want we willen geen dure stoel om op te zitten. Dit is gewoon een lekkere houten stoel. Waar je op kunt zitten zo. Dan staat daar je kop koffie of thee. Om nom nom. En ja, dat is een beetje het computerhoekje. Daar had ik veel meer... Blijf daar liggen, jongeman. Daar had ik veel meer gewild, maar vanwege het ijs werd ik daarop gelimiteerd. En kon ik daar niet alles, dus. Hierboven hebben we nog een coole balk. Het is modern. Ik weet niet waarom het dit is. Ik vond het er gewoon gigantisch cool uitzien. Oftewel, ik heb het erin gehouden. En er wat plantpotjes op gedaan, zodat je vanaf hier... Want ik had het gevoel dat als ik vanaf uit de slaapkamer kan... Dat dit er een beetje saai uitzag. En door die balk valt er nu wat meer te zien. Want het was veel te veel wit in deze hoek. En nu zit er ook een andere kleur in. Zonder dat je dit te lelijk maakt. Dus ik liep al achterstevoren in de slaapkamer. Dus ik doe het nu weer. Daar is de deur naar de gigantisch mooie tuin. Ja, ik heb daar nog... Ik ben nog niet begonnen met de tuin. Wat we hier hebben is onze mooie slaapkamer. Hier is een soort kast. Een doorschijnende kast, want zoals je hier ziet, dit coole ding is ook hier. Ik weet ook niet waarom. Ik denk niet dat je daar kleren op moet leggen. Het is best wel awkward als je onderbroeken daar liggen en een vriend van je binnenkomt en je onderbroeken ziet liggen. Dus het is geen kast, denk ik. Dat zou niet zo handig zijn. We hebben hier wel een heleboel lades waar je onderbroeken in kunt droppen, dus dan kun je dat natuurlijk doen. Wat vines, die lekker... op het dak zijn gegroeid. Hoe kan dat? Nou ja, waarschijnlijk is dat iets nieuws. Dat tegenwoordig gebeurt. Gewoon een beetje weer het groene terug gedaan. En hier hebben we ons bed. Het bed vind ik wel heel leuk. Want we hebben snow gebruikt. En we hebben hier kwartbloks als kussen gebruikt. En natuurlijk normaal gebruiken ze in die huizen. Van die hele grote met wolblokken. Die bedden. Of gewoon een bed. Maar ik wou een keer een tweepersoonsbed dat er niet zo, ja, zoals altijd uitziet. Ook in survival. Ik wou zo'n bed. Weet je, het is bouwen. Het is modern bouwen. Het hoeft niet fucking functioneel te zijn op het moment. Het is niet alsof ik wil dat mensen hier echt in gaan wonen. Het is gewoon een projectje. Dus gewoon een cool bed. Hier hebben we onze badkamer nog. Heel bijzonder is het niet. Ga door de deur, man. Dank je. Daar hebben we een schilderij van iemand en nog iemand die van bloemenpotten houdt. Hier is de wc, daar kun je in poepen en hier kun je je handen in wassen. Zo, weet je. Ah, ik loog. Dit is de wasbak en dit is twee. Oké. Flauw. Heel flauw, Tim. Dus. Dat was het huis alweer. Het is gewoon een redelijk klein huisje. Het is vooral de buitenkant waar ik veel over na heb gedacht. Van die kleine laagjes en dat soort shit. En meneer Henk hier, de boom. En ja, als jullie het leuk vonden, dit huis, laat het dan even weten in de comments. En geef een groen duimpje als je het leuk vond. Dat helpt altijd gigantisch. En dan zie ik jullie de volgende keer bij Let's Build With Tim. Later.